We zijn in de Albert Heijn in Soestdijk vanwege deze video. Wacht, ik moet wat meer gangster gaan zitten. Boodschap! Van wie was dit geweldige idee om weet ik veel hoeveel domino dozen achter elkaar, kratten achter elkaar te zetten? Ja, dat was mijn idee. Ik heb het filmpje, er was een andere Albert Heijn die had hetzelfde idee, maar die voerde hem iets minder goed uit. Ja. Dus toen dachten wij, dit kunnen wij verbeteren. Hoeveel kratten hebben jullie gebruikt voor deze marathon? Ik denk ongeveer 500. En hoe lang duurt het dan om die allemaal neer te zetten? 1,5 uur. Het ging verbazingwekkend snel. We hadden ook wel best wel een groot team. Voor mij waren we met een mannetje of 8 ongeveer, ja, om het helemaal op te bouwen. En het was ook in een klein 1,5 uurtje was alles weer opgeruimd. Dat had ik ook niet verwacht, dat alles zo snel zou gaan. Is dit het leukste wat je het afgelopen jaar hebt meegemaakt? Misschien wel. Ja. Ik kreeg een aantal reacties van collega's en die zeiden, dit is het leukste in tijden wat ik gedaan heb terwijl ik nuchter was. Ja. Het einde zelfs kwam er een van de ladder af. Waar kwamen al die ideeën vandaan? Die kwamen van een collega van ons, van Daan, die daar heel creatief in is. Geen idee hoe hij het gedaan heeft. Ik ben zelf niet zo creatief als hij. Maar het was wel een heel passend einde van de dominobaan. En het was ook heel gaaf dat hij helemaal in één keer lukte. Dit is nauwelijks meer te overtreffen natuurlijk. In spectaculariteit en geweldigheid. Ja, wat nu? Nou, we willen ook wel andere Albert Heijns uitdagen om het eventueel beter te doen. Ook al zal dat lastig zijn. Ja, ja. En het zou misschien leuk zijn als er een soort van challenge op wordt gericht door ons. Dat zou wel heel gaaf zijn. Julia, Giro, hartstikke bedankt voor jullie tijd. Jullie zijn hard aan het werk nu. Heel veel succes. Werk ze. En nou, maak er wat moois van. Zeker, gaan we doen. Goed, bedankt jongens. Dankjewel.